Hallo allemaal, beste kijkers. Welkom vanuit dit stadion. De wacht is om de aftrap. En van achter onze microfoons zijn mijn collega Jeroen Guter hier naast me en ondergetekende Siert de Vos. Deze wedstrijd live van commentators. Maar niet onvermeld mag blijven dat wij er ook enorm veel zin in hebben. Dus dat belooft het voor vandaag, hè, Jeroen. Het publiek is gereed, de scheidsrechter is gereed, de spelers zijn er klaar voor. En wij zitten er ook klaar voor. Kortom, we kunnen beginnen. De speelwijze van het team is erop gericht om de tegenstander sneller fouten te laten maken. En zo de bal te veroveren. Ja, ze zetten de tegenstander over het hele veld onder druk. Een speelwijze die mooi is om te zien, maar niet veel zonder risico. Want je geeft ook veel ruimte weg. Hier zien we de opstelling van het andere team. Zie ik nou dubbel? Of kiezen ze echt hetzelfde, zeer defensieve spelsysteem als hun tegenstander? Nou, ik zal even je bril aangeven, zie ik. Maar los daarvan heb je toch goed in de gaten. Dit is echt hoe ze gaan spelen. Thank you. Enjoy the game. Eerste helft. We hebben afgetrapt. Eens kijken wat er gaat gebeuren. Zet verder door. Aanval komt als de bal bij de tegenstander belandt. Ze proberen opnieuw een opening in de verdediging te vinden. Deze moet er toch in. Een mooie redding in huis. Voor het doel gegeven. Oh, daar wordt hij van de lijn gehaald. Fantastisch verdedigd, hoor. En die verdediger, die staat dan precies op de goede plek. Wat gaat hij nu doen? Richting het midden voorgegeven. Keeper wordt gedwongen om te duiken. Voor het doel. Ze mogen ingooien naar die tackle. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel komt. Hij laat de verdediger achter zich. De voorzet wordt gegeven. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Van de bal gezet. Balbezit veroverd. Het zijn virtuozen. Met het grootste gemak wordt die bal rondgespeeld. Prima redding.
Hoekschop komt voor. Oei, slordig weggewerkt. Hij stuurt zijn opponent het bos in. Nou, dat zei even dan. De spelers stellen zich op voor de hoekschop. Schop in het centrum geplaatst. Die moet nog beter wegwerken. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Cruciale onderschepping. Knap. Moet de bal afpakken. Wat een loopactie. Die gaat uit. Inworp. Voor hem. De bal wordt weggewerkt, ja, en dan is het de corner. Die wordt kort genomen. Ja, hij neemt hem. Hij houdt het schot tegen. Ja, deze wedstrijd kan me nog niet heel erg bekoren, zie je het. De teams houden elkaar te veel in evenwicht. Ze komen niet goed doorheen. Geen goals. Weinig situaties waar je nou echt vrolijk van wordt. Het is gewoon niet inspirerend genoeg. Sterke actie van de doelman. Hij wordt kort genomen. En dan de voorzet. Nee, die is goed weggewerkt. Zijn kans moet hij afmaken. En wegkans. Fucci. Hij had de openingsgoal kunnen maken zo. Ja, en dan zul je zien, hè, ziet dat hij er zo dadelijk aan de andere kant wel in gaat. Balbezit. Goed veroverd. Komt er een doelpunt aan? De eerste zit erin. Dat kon ook bijna niet anders, Jeroen. Ja, en helemaal terecht, hoor. De tegenstander is onder de voet gelopen. Dit doelpunt kon niet uitblijven. Ja, zie je, deze moeten we nog maar eens een keer gaan bekijken, hoor. Ja, de verdediging had daar totaal niet op gerekend. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0.
blijft aan de bal. En hij schiet. Ja, redding, yes. Oh, dat doet hij fantastisch. Want van dichtbij wordt die bal doelgewerkt, maar hij reageert heel snel. En dan voorkomt hij het doelpunt. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Ik kan de bal wegwerken. Deze moet erin om gelijk te maken. Oh, die gaat er niet in. Jongen, wat doe je nou? Jongen, jongen, wat een kans zeg. Hij had gelijk kunnen, wat zeg ik? Hij had gelijk moeten maken. Het fluitje van de scheidsrechter. Dus rust. De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Die bal is hij kwijt. Zo hoort het. Dat is hoe je naar het doel komt. Op het doel. Het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Niet aan doel. Tikkel zeg. Laat hem hier kwijt. Aan de zijkant ligt nu de ruimte. De verdediging haalt probleemloos de angel uit die voorzet. Maken uitstekend gebruik van het balbezit. De verdediger stopt die voorzet af. Hij komt een wisselspeler in het veld. Komt de hoekschop in het midden. Raakt de doelman en daarna de paal. Schiet hij op doel. Met twee vingers in de neus gered. Dat is toch knap hoor. Want dan kun je dat maar met één hand doen dus. Kemper. Die gaat door. Hoppen zit kwijt. Aan de voeten. De blik naar voren en
ja, misschien valt er iets te creëren. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. We hebben nog 15 minuten te gaan. Berg. Blijft aan de bal. Onderbreekt deze paas. Sterk verdedigd, maar wel ten koste van een inborst. Kan de speler van de bank proberen indruk te maken. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Geen balbezit meer. Alles wordt nu uit de kast gehaald. Om toch nog die gelijkmaker voor elkaar te krijgen. Om 100 van die ballen, denk ik, doen we. Vanaf die positie is een counter mogelijk. De verdediging staat nog niet op zijn plek. Kans van dichtbij om de wedstrijd te beslissen. Daar was het bijna helemaal beslist. Tjoh. Gelukkig hebben ze nog een keeper die oplet. Beide teams zetten op hetzelfde moment nieuwe spelers in. Hoekschop komt voor. De keeper hoeft zich nauwelijks in te spannen. Lucado. Er wordt aangegeven dat er 2 minuten speeltijd bij komt. Hij glijdt naar de bal en erovert balbezit. En wat gaat de scheidsrechter hier doen? Het eindsignaal klinkt. De uitfans kunnen tevreden zijn. Een knappe overwinning, toch, uit Jeroen? Ja, was een goede wedstrijd toch, hoor. Zwaar aan elkaar gewaagd. Het had ook anders kunnen aflopen. Maar die zegen is in ieder geval veiliggesteld. Deze speler heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. Wat heeft deze speler een puikenwedstrijd op de mat gelegd? Zo gevaarlijk aan de bal. De verdedigers werden er soms gek van. En als je zo op dreef bent, ja, dan krijg je natuurlijk ook genoeg kansen. En dat leidt dan uiteindelijk tot de winnende goal. Ik vind het eerlijk gezegd een soort van beloning.